Hoi, ik ben Monier. Als kleine knul vond ik het altijd erg leuk om met mijn moeder in de keuken te staan. Ze mocht kleine dingetjes doen in de keuken, waardoor ik echt geïnteresseerd raakte in koken. En van mijn passie heb ik uiteindelijk mijn werk kunnen maken. Zo geef ik workshops, sta ik voor de klas en kook op televisie. En ook dit jaar ben ik aanwezig bij de Kids Kokenvee-wedstrijd. Vorig jaar stond de sojabonen centraal. Toen hebben Wessel en Lars een heerlijk gerecht gemaakt en uiteindelijk gewonnen. Dat kan jij natuurlijk ook, maar dan moet je wel meedoen. De flespompoen. Je kan er van alles mee maken. Een voorgerecht, maar zelfs een nagerecht. En misschien heb je wel een heerlijk familierecept die je met mij wilt delen. Stuur je recept op een creatieve manier in. Een tekening of een vlog, net wat jij wil. Ik laat het helemaal aan jou over. Ook dit jaar zijn er hele toffe prijzen te winnen. Sowieso, als je gekozen bent uit al die inzendingen, ben je al een held. De nummer 1 mag bij Jemene Rosario in restaurant De Rosario in Helmond een dagje meedraaien. Misschien koken, misschien eten. Maar dat blijft nog een verrassing. Zorg er wel voor dat je je recept uiterlijk 23 september hebt ingestuurd naar dit adres. Op 26 september krijg je te horen of je bij de 4 finale koppen zit. Zorg dat je erbij bent, want dan kunnen we samen op 4 oktober koken, zodat jij op 11 oktober helemaal klaar bent om de sterren van de hemel te koken. Ik heb er zin in, jij ook?